Ik weet niet wat er eerder komt. De dood, politie. Of jou, jouw besef van de dingen. Wanneer je door hebt dat ik bezig ben met uh, de DNA-test. Die echt dingen laat zien. Ik ben geen Wilkie, ik ben geen Van Diepen. Alles wat ik daarop invul. Over een erfenis die gestolen is. Toch wel dingen met echt veel geld blijkbaar. Uh, een huis, iets met een ring. Ik weet niet of die hond nog leeft. Die heb ik nog niet opgegooid, hè. Maar uh, als je dan ook uh, verder kijkt, verder hebt geluisterd ook, andere video's waar ik gewoon uh, goed sprak over die ene iemand, de homie die hier nog naar binnen toe mag komen. Maar, of uh, die meid die hier al kwam en nu uh, in Zweden zit. Of, of de, de, de copycat. En alles wat ik aankaart, wat daar allemaal bij hoort. En de bruine vingerclub of de, het 50-plus-team. Maar ik weet dan niet wat er eerder komt. Jouw besef, politie of de ongelukjes, de ziektes en de dood en zo. Maar wanneer die dingen nou bezig zijn en het besef wel moet komen. Wanneer dingen echt duidelijk aan het worden zijn. En je gaat nadenken en je gaat kijken naar. Al kijk je naar bepaalde mensen en jij weet hoe slim ze zijn. Dus toch wel door moeten hebben met alles wat ik al twee jaar aankaart. En dat steeds dichter, compacter kan maken naar wat er echt speelt. Inkleurend en dan kijken hoe die mensen zich gedragen. Wanneer het beseffer komt dat iemand zich echt geweldig aan het voordoen is. Een hoge IQ hebt. Een hoger bewustzijn. En je realiseert van... Oh, maar die kennis... Daarmee kon je niet uh, Ian helpen. Hoe kan dat? Uh, hij is toch je kind? Of hij is toch je adoptiekind? Of hij is toch je homie? Of hij is toch een vriend van je? Of uh, jij... Uh, hoger bewustzijn, lichtwerker... Iemand die graag die betere wereld wil, het kwaad ook weg wil. Dus elke keer met zijn licht daarop wil. Maar wanneer dan het besef komt, of de dood, de ziektes, of dat de mensen opgepakt gaan worden, ga dan proberen te zien hoe groot het is wat allemaal om me heen zit. Dat ik niet alleen op internet werd lastiggevallen of gebrandvakt. De gangstakking. maar ook wel de indoctrinatie. Ook wel de psychologie. En ook de psychologie in zijn reverse. Express de dingen omdraaien en zo. In de hoop dat ik het ook omdraai weer. Ik bedoel, een heleboel mensen zullen gelachen hebben om de video die ik maakte. Dat ik toch wel blij was dat ik het ook aan het bespreken was met mijn ouders, de vrienden. De vriend, die, een jongen die hier binnenkwam en dat ik ook wel dingen tegen buren aan het bespreken was. Die hebben allemaal geen idee wat er nu afspeelt, hoor. Die denken, nou, nah, die, die is gek. Maar als je ze kent, dan weet je hoe slim ze zijn. Dan weet je hoe ze al zijn. Maar de puzzelstukjes gaan vanzelf vallen of het besef. Komt bij jou. Begint eindelijk een beetje in te kleuren wat er allemaal speelt. Naar uh, alles wat ik aan het vertellen ben. Alle video's, toch ook wel dingen kan aantonen en zo. Of dat er eerst allemaal ongelukjes moeten gaan gebeuren. Of dat uh, de mensen opgepakt gaan worden, dan ook in de krant en op het nieuws en zo komt. En dan. Uh... Zeker gaan doen, oh gebeurde dat met jou? Terwijl je, iedereen nu weet dat je IQ wel op een hoger niveau is. Dat je wel wat slimmer bent. Dat je bewustzijn al lang al bewust had moeten zijn van de dingen. Probeer daar een beetje over na te denken. Welk van de drie komt er eerder bij je?